Dit zijn Evan Koutrik en Arnoud Bongaars. Beide werken voor musea op het terrein in Harskamp, dat binnenkort de deuren moet sluiten. De 87-jarige Eef woont sinds 1946 in Harskamp, toen hij in dienst ging. Inmiddels werkt hij al 32 jaar bij het ISK-museum als vrijwilliger. Hij zag hoe de infanteriebasis in die tijd vergroeid raakte met het dorp. Ook de ROC, hè, die komt hier. En klasje uit scholen. Hè. En die kinderen worden dan allemaal bijgebracht over de historie, over de oorlog, of fijn, noem maar op. Hè. En dat toch waardevol is. En al die historie, dat wordt niet meer zo ruts opgedoekt. Dus dat vinden wij heel triest. Jaarlijks trekt het museum ongeveer 12.000 bezoekers. Dat het museum in september dichtgaat, vindt Eef onbegrijpelijk. Nou, iedere militair die hier in Harskamp kwam, die werd hier in het kamp opgeleid. Ook de militairen die naar de missies gingen. Dus Afghanistan, China, noem maar op, Indonesië. En die zijn hier allemaal later in dit museum komen kijken om reden dat ze hier hun opleiding hadden gehad. Ook het Smalspoormuseum moet wijken, maar het is lastig om een nieuwe locatie te vinden voor de collectie. We hebben een collectie opgebouwd de afgelopen 25 jaar en dit is nu onze behuizing. Maar goed, die collectie, dat is een collectie op zich, die kan je ook ergens anders heen brengen. En weer iets dergelijks opbouwen in een andere setting. En die collectie moet behouden blijven, omdat die is in 25 jaar bijeengebracht. Het zou zonde zijn om nu in stukjes op te delen, te verkopen, te bruiklenen of wat dan ook. Dus we willen eigenlijk de gehele collectie verhuizen. Het museumpark is voorlopig alleen door de week te bezoeken. Op 1 september wordt het park definitief gesloten.